Hoi, ik wil graag weer een begin maken met het opnemen van een aantal video's over hoe je het beste kunt beginnen, volgens mijn methode, met olieverf schilderen. Zoals je weet start ik altijd met een oranje ondergrond en dat kun je zien, hij staat klaar op de ezel. Ik heb een 80x1,20 meter uitgekozen en ik ben van de week naar het strand geweest en ik heb deze foto uitgekozen. Zoals je ziet is het de strandafgang en ik hou ervan om de herhaling van de paaltjes te laten zien. En ook hier een stukje zee, het verlangen naar de zee, dat zijn altijd mijn onderwerpen. Ik vind het formaat 80x20 hier erg mooi bij passen. Goed, als je gaat beginnen, dan heb ik je wel eerder in andere video's verteld. Je moet het beeld gaan vertalen naar een soort zwart-wit. Want de eerste fase is dat je gaat schilderen met één kleur. En die ene kleur, dat is ongebrande omber. En die meng je met wit. Zodat je eigenlijk een zwart-wit opname maakt van de kleurenfoto die je hebt gemaakt. Voor de verduidelijking heb ik hem eventjes afgedrukt, de zwart-wit foto. Hier kun je zien, er zijn alleen maar grijs tinten op de foto. En je kunt dus nu gaan onderzoeken waar is het donker en waar is het licht. Je ziet dat er niet hele grote contrasten zijn tussen donker en tussen licht. Maar dat ligt aan jou. Als jij harde contrasten wilt maken, dan schilder je met grote contrasten. Maar dit is dus mijn eerste begin. Het vertalen van het beeld naar zwart-wit. In de volgende video leg ik je uit hoe mijn eerste opzet is van het schilderij. Tot de volgende keer!